De achtste spreker van vandaag doet heel veel dingen. Dat zegt zijn website. He does a lot of stuff. Vrienden noemen hem een visionair evenementenorganisator. En hij schijnt thuis ook heel leuk behang te hebben. Hij doet zijn eigen titel vandaag. Daarom staat er ook nog niks in de presentatie. Dus hij zal zelf vertellen waar hij over gaat verhalen. En hij heet Marcel Kampman. Hallo. Dit is mijn titel voor vandaag. Dus hoe ik nooit afstudeerde, dat me dat niet spijt. En mijn ouders volgens mij ook niet meer. Ik wou een soort van motivatie geven even achter een deel van wat een ontwerper soms drijft om bepaalde dingen te gaan doen. En daar ga ik een soort kleine anekdote over vertellen wat mijn reis daarin was. Even op gang komen, sorry. Ik heb gestudeerd hier in Groningen, in Minerva. Heel veel lol gehad, grafisch ontwerp gedaan. Ook nieuwe media wat er dan toen bij kwam. Tenminste voor zover dat nieuw was 10 jaar geleden en wat je dan kon doen. En superleuke tijd gehad daar. En die... dat was ook eerst voordat ik met computers ging werken. Dus tot die tijd had ik nooit een computer. En dat was deze. Een Power Mac 6100. Die heeft volgens mij kon iedereen die toen kopen via de academie. Via renteloos afbetalen. En het was heel erg fijn. En hier kon je dan echt alles meemaken wat je wilde. Dus dat was echt super bijzonder. Maar dat vond mijn vader, die vond dat niet heel erg oké. Als het goed is, komt mijn vader. Dit is mijn vader. Mijn vader die is opgevoed als, hij was layoutman, maar hij is vroeger echt vanaf zijn 14e tot zijn 55e heeft hij vanaf loodzetsel. En zo heeft hij dat als werk gedaan, dus pagina's opmaken, zo allemaal. En ik had ineens een apparaat waarmee ik kleurgescheiden kon uitprinten, terwijl dat gewoon echt een vakman, of echt een vak was vroeger. Mijn vader is doof. En dat betekent ook dat hij daarmee gewoon, dat het ook lastig is om bijvoorbeeld uit te leggen van wat ik nou precies allemaal doe. Even freestylen, sorry. Pauze. Even een volgende beeld, excuus. Mijn vader is daarvoor ook afhankelijk van bijvoorbeeld ondertiteling op de publieke omroep om dingen mee te krijgen. Stront eigenwijs. Kon bijvoorbeeld een fax krijgen via ziekenfonds en zo, maar dat wou hij allemaal niet, dus hij vond het allemaal maar gedoe. En dus dan dacht ik, ja, gewoon, ik vind het wel leuk als je op een of andere manier weet wat ik ben en wat ik doe. En wat ik maak is ook gewoon uiteindelijk wat ik ben. Dus dit is mijn afstudeerproject in Groningen geweest. Afvalrace, dat was heel persoonlijk, want ik was daar, dat ging over 100 dagen 20 kilo proberen af te vallen. Omdat ik meer op de academie werd gezien als collega dan als student, omdat ik al voor mezelf werkte heel erg veel. Dus heb ik dit project gedaan. En toen ben ik tussentijds bij Kessels Kramer geweest. En die vonden eigenlijk al heel erg leuk wat ik deed als werk. En ik was er heel erg over verbaasd. Want ik woon in Drenthe en ik ging daarheen en ik wou de kerk heel graag zien. En die vonden mijn werk heel erg leuk. En die, wat een beetje het vervelende was, is dat... dat was best wel gedoe op de academie dan met afstuderen zelf. En die... ik zit zo vast, momentje. En toen ben ik uiteindelijk niet afgestudeerd. Toen dacht ik, oké, dan ga ik projecten doen waar ik op de een of andere manier aan mijn vader kan laten zien van, oké, wat doe ik nou precies? Toen ben ik muziekvideo's gemaakt, onder andere voor band Johan. Dat voldeed dan heel veel criteria, namelijk het is op tv, dus dat is makkelijk. Ik had zelfs heel veel mensen die we kennen daarin zitten, onder andere mijn broer, dus dit is mijn broer. Dus eigenlijk al heel veel reden om mijn vader ook te laten zien van, hey, weet je wel, in ieder geval reden om te kijken. Alleen, ja, muziekvideo's en doofheid is misschien niet de meest logische combinatie. Dus dat, hij zag wel de plaatjes, maar dan eigenlijk ook niet met de muziek. Dus een soort halve beleving voor iemand die doof is. Ben ik een ander project gaan doen, Tesselse Boys. Nou, helemaal niet uit te leggen van wat het nou was en inhoud. Met heel veel mensen leuke dingen doen. Omdat je gewoon vindt dat ze moeten plaatsvinden eigenlijk. Maar dat projectje dat ging wel heel erg goed. En we maakten daar gekke projecten mee. En dat kwam in heel veel media terecht. En dat was wel heel erg bijzonder wat er gebeurde daarna. Dus we kregen ook heel veel media aandacht daarvoor. Dus we kwamen wel in kranten en zo. Maar alles wat mensen daarin lazen was nog steeds. Zelfs mensen die niet doof waren vragen de hele tijd van, oké, wat is er nou precies wat je doet? En wat is dat Tesselse Boys project? Wat houdt er nou in? Dus we kregen ook wel radio-interviews. Maar ja, dan ben je wel bij de publieke omroep. Maar dan, een radio-interview, dat werkt natuurlijk niet zo heel erg.
Dus toen dacht ik, weet je, dan moet ik zorgen dat ik voor de publieke omroep op een of andere manier aan het werk raak. Want daar worden dus wel programma's op 1, 2 en 3 ondertiteld via teletext 888. Dus ben ik voor de VPRO leaders en bumpers en zo gaan maken. Maar dat was voor 3 voor 12 TV, maar dat was online. Mijn vader had geen computer, dus dat schoot ook niet op. Maar ik was in ieder geval binnen bij de publieke omroep. Ben daarna in contact gekomen met mensen bij de tv-afdeling, bij in dit geval Nachtpodium. Dat is een soort losjes geënt, ook wat Tesselse Boys was, gewoon met elkaar leuke dingen maken. Alleen mijn vader die kijkt ook Studio Sport en mijn vader die had ook een regel, of een regel niet, maar die gaat altijd om 22:30 slapen. Dus die keek hier niet naar, dit was om 12:00. Dus dan dacht ik, dan moet ik gewoon zorgen dat ik heel veel reden heb voor me om alsnog te gaan kijken. Dus heb ik bedongen dat ik een eigen aflevering mocht vullen. Dus hadden we in één keer Tesselse Boys TV. Dus gemaakt, geregeld en alles. Maar ja, dat was nog steeds wel om 12:00. Het ging over hele gekke dingen. Dus hij heeft er wel naar gekeken, maar heeft het eigenlijk nog steeds niet zo heel goed begrepen van wat is het nou precies allemaal. Mocht ik voor een programma Het Geluk van Nederland deze uitzending alle vormgeving doen. Dat ging over Isle of 42. Mijn vader is uit 40. En toen hij doof werd op zijn 11e, toen was Ayo Taye Yippie Yippie Yay was een grote hit. En dat liedje kan hij nog steeds zingen. Dus er was heel veel reden voor hem om überhaupt te gaan kijken naar het programma. Maar wat had hij gedaan? Niet gekeken, opgenomen, maar dan neem je de teletext niet op. Dus dan mis je nog steeds gewoon de helft van het programma. Nou ja, tot Tesselse Boys, dat liep wat uit de hand. Dat werd een festival binnen Lowlands in 2005. Dus ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval zo ontzettend veel aandacht. Dan moet er wel iets van mediadekking uitkomen. Dan kan hij dat lezen of meemaken. Nou, gelukkig gebeurde dat ook wel. Dus dat kwam ook gewoon weer fijn in de krant. Maar ja, het was nog steeds een soort van abstract. Dus en uiteindelijk kwam ik dan ook live op tv. Dus dan belde ik mijn ouders van, hey, ik kom om 3:00 vanmiddag kom ik live op tv. Kwamen ze uit Giethoorn op de Brommer terug. Toen belde ik daarna, het wordt toch stiekem 4:00. Toen zeiden ze van, ja, hallo, we zijn 1:00 eerder teruggekomen. Het is mooi weer. Dus maar uiteindelijk was ik dan live op tv. Konden ze zien dat het ook allemaal echt was met mijn naam en zo erbij. Maar belangrijker nog, ik had ook de VPRO-gids cover gedaan. En die kon die gewoon kopen in de supermarkt. En die kon hij ook meenemen overal heen. En toen was het uiteindelijk dus helemaal gelukt. Dus sinds die tijd kan ik gewoon weer doen wat ik wil. Dus voor mij persoonlijk is het gewoon eigenlijk klaar van ik kan nu gewoon maken wat ik wil. En heel erg handig anno nu is dat je dan, er komt even een grote computer, dat ik het 3 jaar geleden een iMac voor ze heb gehaald. En dankzij die computer kan ik heel makkelijk volgen wat ik verder ook doe. En er zijn hele mooie ontwikkelingen zoals Google Translate. En dan kan hij alles wat ik in het Engels doe, kan hij ook gewoon makkelijk lezen en zo. En nu kan hij gewoon heel erg handig volgen van wat ik verder uitvreet en voor dingetjes doe. Dat was mijn verhaal.